Bij ons eerste georganiseerde sportcafé hier in het kwartier in Stolwijk gaan wij het zo meteen praten met de voorzitter van de VV Bergambacht. Niet alleen de voorzitter, maar ook de vicevoorzitter moeten we dan zeggen. Gaan we contact mee zoeken. En die zit in Barcelona, maar eerst krijgen we dan René te braken. En Arie de Notter. Ik zou zeggen, Arie, succes. Dankjewel Nico, dat gaat zeker lukken. René, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nico zei het net, we gaan dadelijk contact zoeken met Dieks van Tuik, maar we hebben natuurlijk zelf nog genoeg te vragen, denk ik. En ik hoop dat we daar wat antwoord op krijgen. Hoe kijk jij terug op het jaar 2016? 2016, nou, ik heb mijn nieuwjaarsspeech niet meegenomen, zou ik het mooi voor kunnen lezen. Ja. Nee, 2016 was voor Bergambacht een goed jaar. We hebben eindelijk, een belangrijk mijlpaal was dat we de verbouwing af hebben gerond. Dus de laatste fase van de verbouwing, de laatste kleedkamer, scheidsrechtersruimte is in 2016 afgerond. Totaal 4,5 jaar mee bezig geweest. Dus wat dat betreft goed. Een ander hoogtepunt in 2016 is, bij VV Bergambacht is groter dan ooit. We hebben meer leden dan in ons totale bestaan. Mede doordat we dit jaar 3 meidenteams in de competitie hebben. Ondanks dat de zondag is weggevallen, zeg maar. De groei zit vooral in de jeugd. Dus de jeugd is groter dan ooit en het totale ledenbestand is groter dan ooit. En we hebben nu 3 meidenteams die vooral volledig gevuld. En dat leeft enorm in Bergambacht. Dus de vriendinnetjes trekken elkaar naar de voetbal. Nou, dat is alleen maar mooi. Ja, wat zijn dan de wensen voor want het gaat zo goed, maar er moeten toch ook wensen zijn voor 2017, denk ik. De wensen? Ja, ik wil graag de loterij winnen, maar je hebt voor mij wensen natuurlijk. Nee, maar van de voetbal. Ja, van de voetbal. Nee, van Bab, hè. Continuïteit is belangrijk. Dus we moeten ons vrijwilligersbestand op peil houden, ook in de functies met verantwoordelijkheid. De penningmeester Ton de Noude heeft aangekondigd dat hij in juli ermee gaat stoppen. Nou, gelukkig heel op tijd, maar ja, dan moeten we weer iemand vinden die de verantwoordelijkheid wil nemen voor de financiële gang van zaken in Bergambacht. Dus continuïteit is belangrijk. Wat ik al zei, faciliteiten zijn helemaal top. We willen, dat is onze visie, een laagdrempelige vereniging blijven waar iedereen toegang heeft om bij ons lid te worden. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Dus weinig contributieverhoging, acceptabele barprijzen en de club moet aan de hand van sponsoring, aan de hand van andere manieren geld bij elkaar zien te sprokkelen om die voetbal laagdrempelig te houden. Zodat, ja, wat vind ik nou aantrekkelijk in de voetbal, ik zal mezelf een vraag stellen, is dat je ziet daar de zoon van de dokter en de zoon van meneer de Stratenmaker, allemaal met hetzelfde respect. Het is een afspiegeling van de samenleving en dat die continuïteit die wil ik gewaarborgd houden voor Bergambacht. Ja, ja. Maar goed, je gaf het net aan, vrijwilligers. Hoe zit het daarmee? Zijn die genoeg? Want ik ben... Ja, we hebben in principe altijd genoeg. Dat is het voordeel van Bergambacht. We hebben een grote harde kern. De onderhoudsploeg. Die mannen ken je zelf ook allemaal. Ja. 10, 12, 13 mensen die wekelijks de boelen om stand houden. Leiders is altijd wel een probleem. Je ziet toch in de huidige samenleving dat de ouder niet zo snel meer de pet van leider oppakt. Omdat ik eens toch om kijken. Dus dat is altijd wel een strijd. Vrijwilligers heb je nooit genoeg. We hebben alles wel gevuld. Met een nadruk op de vrijwilligers die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is altijd een uitdaging. Dus het gaat goed, maar we hebben in principe... kan altijd meer bij. Je bent welkom. Ja, dat snap ik. Nee, uiteraard. Ik heb, denk ik, zelf genoeg gedaan voor Bergambacht. Dus daar kijk ik tevreden op terug. Dus wat dat betreft. Ik ben een x-aantal weken terug nog. De laatste competitiefeestheid ben ik wezen kijken. Ja, het is nog steeds de gezellige vereniging. Zoals ik Bergambacht verlaten heb. En dat is alleen maar een compliment aan bestuur. En nu ik het toch over bestuur heb. Hoe zit het bestuurlijk bij jullie? Hoe bedoel je? Nou, genoeg bestuursleden... We hebben alle posities gevuld. Wat ik net zeg, de penningmeester is vakant bij juli. Gaan we ook wel oplossen. We hebben een paar goede kandidaten. Er is ook wel belangstelling. Ja, het bestuur, alle posities zijn ingevuld. In de afgelopen 4-5 jaar hebben we toch wel een redelijke slag gemaakt door verjonging te creëren. En verjonging, ja, ik wil mezelf niet jong noemen, maar een beetje mijn generatie in het bestuur te drukken. Maar we kijken ook nu naar de ouders die... nu kinderen in, jonge kinderen hebben, dus dan praat ik over 10 jaar jongen. Op dit moment hebben we daar geen klagen over. We hebben hele capabele mensen op alle functies zitten. Een hele goede secretaris, Tineke Hordijk, met oneindig veel energie. En dat zegt Ton den Oude. En dan Dieks die zit volgens mij al 10 of 15 jaar in het bestuur, heeft al 10 keer willen stoppen. Ik hou het altijd nog tegen. Omdat ik vind dat iemand met zijn ervaring en in de club vind ik gewoon belangrijk om ook
ja, de leeftijd een beetje bij elkaar te houden. Dus daarom vind ik hem ook belangrijk in het bestuur. Ja, nee, zeker. Kijk, en Diekspertuit kan niet zonder Bergambacht. En Bergambacht kan niet zonder Diekspertuit, zeg ik altijd. Tot nu toe nog niet. Nee, nou, maar het is gewoon belangrijk om zo'n man die zoveel voor de club heeft gedaan, zoveel energie heeft en stopt in het netwerken, drive, om die er gewoon bij te houden. Vierde klasse C. Daar speelt Bergambacht in. Ze staan op de achtste plaats. Ze hebben 13 wedstrijden gespeeld en 22 punten. Ja, ik vind dat, ik heb ze pas zien spelen, maar ik zeg, joh, dat is veel te weinig. Want er kan veel meer in zitten. Maar misschien hebben we straks uit Barcelona, kan ik diezelfde vraag wel stellen aan Diekspertuit of aan zijn broer Bert. Maar wat vind je er zelf van? Want je stond vlakbij mij toen ik daar verslag deed. En toen hoorde ik ook wel wat mopperend antwoord geven. En dan moet ik weer... Ja. Op Facebook moet ik weer die 5-0 was nederlaag, moet ik elke keer doorgeven. Ja. Ja. Nou, ik wil natuurlijk graag dat ons vlaggenschip zo hoog mogelijk en zo goed mogelijk doet in de competitie. Ik hang daar geen oordeel aan en dat weet Bert ook en dat weet Aart Saan, het hoofd van de technische commissie ook. Dus ik, als we maar zo goed mogelijk voetballen op het niveau dat de voetballers hebben. Nou, dan kom je op het punt, we hebben sinds 2 jaar een hele jonge, talentvolle selectie. Met echt hele goede spelers erin. Ik denk dat ze dit seizoen zichzelf tekort hebben gedaan, wat je zelf ook al zei, voetbal kennen, door cruciale wedstrijden te laten liggen. We hadden 3 punten los kunnen staan in de tweede periode. Nou, dan heb je al een mooie kans om er een mooie na-competitie aan te doen. Nou, de beslissende wedstrijd die verlies je met grove cijfers, waardoor je nu met, ik geloof, 7 ploegen op hetzelfde aantal punten staat. Prima, we hebben nog alle kans, maar dan doe je jezelf een beetje tekort. Ja, ja. Ik denk dat het onervarenheid is. Soms denk ik ben een andere generatie, dat er iets te lief gevoetbald wordt. Te veel gebaseerd op het technisch aspect. Maar ja, ik ben gewoon toeschouwer. Zo praat ik ook met Bert. En zo praat ik ook met Aad als toeschouwer. Ik heb een idee erover. Gelukkig doen ze er niet zoveel op uit. Nou, ze doen elkaar zelf tekort, maar ik denk dat het goed draait. Bert heeft het goed op de rit. Er kan meer uitgehaald worden. En ik heb ook wel verwachtingen dat de tweede helft van het seizoen dat ze het oppakken. Hoop ik. Ja, nee, dat hoop ik uiteraard. Nu we het toch over Bert hadden. Bert Patuit, de trainer. Hoe zit het met zijn contract? Hoe zit het met? Met het contract. Het contract. Nou ja, dat heeft wel in de media gestaan. Dus we hebben, mijn visie is, en ook van Aart Saan, de verantwoordelijke tegen die man, dat we voor kerst duidelijkheid willen hebben over trainen van het jaar erop. Dat hebben we gedaan toen Anton nog trainer was. En dat hebben we nou ook. En we hebben het contract verlengd. Dus hij gaat gewoon na dit seizoen nog een jaar door. Dat is ook wel sprake geweest van, ja, moeten we 3 of 4 jaar contract? Ik ben daar helemaal geen voorstander van. Aan de ene kant moet de trainer zelf kunnen bepalen na een jaar en ook de vereniging. De doel van Bergambacht is om toch een trainer voor een langere termijn in de geleden te hebben. Dat hebben we ook met Anton gehad. En met Bert gaat het prima. De jongens zijn tevreden. De sfeer op de training is goed. Ze zijn nu met z'n allen naar Barcelona. Op wat ze dan noemen een trainingsreisje. Het lijkt wel. Maar dat hebben ze zelf geregeld. Hè. Ze hebben het ook allemaal zelf betaald. De club heeft een kleine bijdrage uit het budget geleverd. Wat ze toch al hebben. Maar dat is allemaal door de spelers en de technische staf zelf geregeld. Dus de Bergambacht draagt daar geen dubbeltje aan bij. Dat zegt ook wel een beetje over de groep. Ja, precies. Dus er is helemaal vanuit de vereniging is... Nee. Ze hebben een paar externe sponsoren gevonden. De jongens betalen zelf. Het is allemaal zelf geregeld. Wij staan natuurlijk enthousiast achter. Maar het is allemaal zelf geregeld. Heel knap. Heel mooi. Ja. Ja. Nee, daar mag je trots op zijn, denk ik. We hebben ook het budget er niet voor, hoor. Dat zouden we kunnen vragen. Ja, oké. Hoe zit het met de jeugd? Ja, de jeugd gaat fantastisch. Dus ja? Wat ik net al zei, we zijn groter dan ooit. We hebben meer teams in de competitie dan we ooit hebben gehad. Leiders af en toe komen we daar wat tekort. Helaas toch bij de lage elftallen, de C3's, de 4's. Dus het is altijd lastig om daar mensen enthousiast te vinden. Maar als je kijkt naar de organisatie, we hebben een nieuwe jeugdvoorzitter sinds vorig jaar, Kees Roosendaal. Ik heb het zelf een halfjaartje gedaan om de boel een beetje op de rit. Ik viel een beetje in een gat aan. Hij heeft opgepakt, heel goed opgepakt. Een nieuw jeugdplan neergezet samen met de technische commissie. En ik denk dat daar gewoon een goede lijn in zit om de jeugd van Bergambacht te blijven motiveren om lid te worden. Of ze wel of niet goed kunnen voetballen, dat is niet interessant. Je moet ze gewoon voldoende draagplak flikken voor een hobby. Ja, nee, prima. Je had het over damesvoetbal. 4 teams, begreep ik? 3 teams op dit moment in de competitie. We hopen volgend jaar weer een echt damesteam te hebben. Daar hebben zich
14 meiden gemeld. Dat zijn eigenlijk dames, moet ik zeggen, die een volwaardig dames 1 willen gaan vormen. Het moeten er wat meer worden. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. We hebben nu een, ik praat even van oude termen, een B1, een D1 en een E1. Als daar een damesteam boven komt, dan krijg je ook doorstroming. Ik verwacht volgend jaar zelf misschien wel een C1 erbij, dus nog een extra meidenteam. Dus de meidenafdeling groeit. Ja, dat is super. Ja, en over de trainings even terug te komen. Zijn alle jeugdtrainers, zijn die gediplomeerd of zijn het allemaal goedwillende ouders? Het merendeel zijn goedwillende, bekwame ouders. We hebben op elke leeftijdsgroep hebben we een gediplomeerde trainer zitten. Dus op de A, op de B, op de C, op de D. En dat is ons doel. En dat is ook een onderdeel van het nieuwe jeugdplan. We hebben niet een trainer op de A1 zitten. Maar we hebben een gediplomeerde trainer op de A zitten. Die geeft dan zelf training aan de A. Maar zorgt wel dat ook de A2 voldoende van zijn kennis meer krijgt. Dat geldt ook voor de D, waar je dus wat meer teams hebt. Dat die gediplomeerde trainer ook contact houdt met de vrijwillige ouders om zo het niveau te waarborgen. Ik wil geen voetbalschool noemen, een voetbalschool op zijn Bergambachts. Ja, oké, prima. Ja goed, wij zijn op dit moment nog steeds, René, druk bezig om Dries Petuit te pakken te krijgen in Barcelona. En dat op een of andere manier gaat dat nog steeds niet lukken. Dat is jammer, want die verbinding had natuurlijk heel leuk geweest. Neemt hij niet op? Of? Maar er komt een voicemail en dat is een beetje vreemd. Dus. Maar goed, onze mannen die zijn druk bezig. Dus wij blijven nog even doorpraten over Bergambacht. Ja, en we hopen zeker Dieks nog eventjes aan de lijn te krijgen. Hij moet met zijn mobiel in de hand zitten. Want ik weet dat hij graag met je wil praten. Nou, maar ze zijn druk bezig, inderdaad. Maar goed, wat hebben jullie nu als bestuur, als vereniging Bergambacht te bieden aan de leden, aan de jeugdleden, om die vereniging nog groter te maken? Wat hebben jullie nu te bieden? Dat je zegt van, jongens, je moet hier komen voetballen, op Bergambacht. Ik weet één punt, dat is duidelijk, gezelligheid, dat staat boven kijf, maar er moeten andere punten zijn. Ja, ik denk dat wij vooral jeugdleden een warm bed geven. Dus op het moment dat ze lid worden, dat ze zich thuis voelen, dat ze in onze voetbalkantine, onder huiskamer thuis komen, vertrouwd. Goede kwaliteit qua trainingen en opleiding. En de gezelligheid. Ja, de grote Bergambachtse voetbalfamilie is wel heel erg belangrijk. Dus dat hebben wij ze te bieden. Oké, ja goed. En de gezelligheid die er is met Sinterklaasfeesten, bingo's, barbecues en zo, dat nevenactiviteiten. Ja, we hebben een nieuwe activiteitencommissie sinds anderhalf seizoen. We hebben 11 februari, als ik het goed zeg, volgens mij is het de 11e of de 21ste, ik niet omhoog. Een grote après-ski party, we hebben kaartavonden, Sinterklaas, er is veel activiteit. Is ook weer belangrijk voor de kantineopbrengst. Om de club laagdrempelig te houden, om de contributie onder controle te houden. Ja, nee, prima. Ja, het kunstgras, daar is de laatste tijd nogal heel veel over te doen geweest. Ja, vooral de korrels, hè? Ja, nou, uiteraard, inderdaad. Goed, het is gelukkig allemaal in principe helemaal goed gekomen. Maar er is. Hoe keken jullie daar tegenaan als vereniging, als bestuur? Ja, nou persoonlijk, ik vind het eigenlijk, als ik uit mijn eigen titel mag praten, een schande wat er gebeurd is. Dat op tv wordt er een programma uitgezonden dat die korrel abrupt kankerverwekkend is. Er wordt een soort paniek gezaaid in de Nederlandse samenleving. Ik snap heel veel ouders die hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. Dus ik vind dat echt schandalig. Gelukkig heeft, ik denk de KNVB het redelijk goed opgepakt. Maar ook, volgens mij heeft het kabinet zichzelf mee bemoeid. Om die test snel uit te voeren. De bandenfabrikanten hebben zich ermee bemoeid. Ja, dat vind ik dan wel weer een beetje dubbelbelangrijk. Wij hebben ons gelijk aangesloten, zoals alle clubs bij de voetbalvereniging, bij de Krimpende Waard, bij de KNVB. Gewacht op de uitkomst van het RIVM. Wat gelukkig duidelijkheid gaf. Er zitten wel schadelijke stoffen in, maar het voetballen erop is niet schadelijk. Goed, René. Wij bij RTV Krimpende Waard staan voor niets. Als het goed is hebben we nu aan de lijn in Barcelona Dieks Petuit. Dieks, goedemiddag. Ah, goeiedag Hans, hallo. Vanuit een heel zonnig Barcelona, waar we met de selectie zijn op bezoek. En we staan nu voor het stadion Nou Camp, waar straks we getuigen zijn met de wedstrijd Barcelona-Las Palmas. En ja, dat is voor Barcelona een hele belangrijke wedstrijd. Waar dan hopen we straks over 35.000 mensen in te zitten. We zijn nu op weg naar het stadion en we lopen dan langs een pad dat blauw-zwart gekleurd is. Het zou toch wel erg leuker dan we met 40 man hier ook Bergambacht vertegenwoordigen. En ik loop hiernaast, komt er een tijdje bezig met.
trainer Bert Portuit en aanvoerder van Bergambacht Jordi Portuit. Maar ja, we hebben hier een vrijdag zijn we aangekomen en gisteravond een schitterende avond gehad. Vandaag zijn we een fietstoer door Barcelona gegaan. En ja, gewoon uniek met dit weer Barcelona te bezoeken. Dit jaar, 25 jaar geleden, dat de Olympische Spelen gehouden werden. En de Olympische Spelen, die, ja, dat is, we zijn in het Olympisch dorp geweest. Dus het is best uniek om, om hier een keer te zijn met de selectie. Nee, dat begrijp ik, Dix. Dix, even de, is de gezelligheid, staat die voorop? Of wordt er ook nog getraind met een met zo'n rond ding? Weet je, dat noemen ze een bal, geloof ik. Ja, nee, klopt. Maar de gezelligheid en de teambuilding staat voorop. En ik zal morgen gaan we wat training doen, maar ik zal op een gegeven moment even Bert Portuit geven. Ik zal Bert Portuit even geven, de trainer, om dat even aan te geven. Ja, dankjewel. Ja, oké, hoi. Hey, goedemiddag, Dix. Dix, of ja, Dix zeg ik, Bert. Ja, Bert, luister, dus jij hebt je contract zojuist verlengd, tenminste, zojuist, maar je hebt je contract verlengd bij Bergambacht. Klopt ja. Ja, we gaan nog een jaartje verder. Dus ja, absoluut. Ja, en je zegt een jaartje. Is dat voor jou dan het teken van... En dan stop ik ermee? Of, want ik... Nee. Kijk, op een gegeven moment... Ik kijk niet op langere termijn, vind ik op een gegeven moment. Ik kijk toch op korte termijn. Van joh, wat voor mogelijkheden met een elftal nog... zit er nog rek in? Nou, ik denk, wij Bergambacht zijn, denk ik, wil gewoon absoluut op de rekking zitten. En wij zijn, kijk, het is wel heel jammer dat we de laatste wedstrijd voor de winterstop eigenlijk een zeventop liepen. Anders dan ga je gewoon met een heel goed gevoel en vijf ongeslagen wedstrijden ga je de winterstop in. En dat gebeurde eigenlijk nou net niet. En goed, maar ik denk dat we gewoon over twee weken moeten we de draad erop pakken. Volgende week spelen we nog tegen Zwerfs Kinderdijk vriendschappelijk. En dan gaan we op een gegeven moment... weer naar Rijnstreek toe kijken. Ja, Rijnstreek is de eerste wedstrijd. Daar hebben jullie thuis van verloren met 4 tegen 3? Nee, gewonnen met 4-3. Oh, nee, gewonnen? Ja, gewonnen okay. Met 4-3. Nee, oh, nee, goed, dan heb, ja, dan heb goed, ik dat fout. Nee, prima. Nou, ja, goed. Je weet wat Rijnstreek is, Bert. Dus wat dat betreft denk ik dan de punten dan gewoon weer mee moeten komen naar Bergambacht. Maar ik had aan Dix de vraag van, ja, wordt er nog getraind met de bal? En wanneer gaat dat gebeuren dan? Ja, nou goed. Morgenochtend dan hebben wij de wedstrijd. Dus hebben we de training. Dus morgenochtend staat er een training met de selectie bekend. Oké. Nou prima. Ik denk dat wij het hier. Of wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars hier in zeker in Bergambacht? Die zitten denk ik allemaal lekker. Nee. We lopen hier volop te genieten met de complete selectie. Dat is denk ik wel een prestatie op zich. De jongens die het georganiseerd hebben, complimenten. Dus Menno Rijkaard en Jordi Portuit. Nou kijk, is anders alleen maar mooi. Ik hoorde juist dat iedereen, dat de vereniging er helemaal niets aan heeft bijgedragen. Dus wat dat betreft is dat een compliment aan de man. Hè? Ja, absoluut. En vanuit hier ook een heel klein beetje sneeuwliggend, moet ik eigenlijk zeggen, in Bergambacht. Heel veel plezier nog, veel plezier bij die voetbalwedstrijd. En dan ga ik nog eventjes met de voorzitter van jullie ga ik nog even wat doornemen. Nog een paar hele kleine vragen. En dan zit de tijd voor wat betreft in het sportcafé van Bergambacht zit er weer op. Dus wat ons betreft allemaal vanuit Bergambacht heel veel plezier in Barcelona. En maak er nog een hele toppe dagen van. Super bedankt. Groetjes, bedankt. Hoi. Zo, René, je hebt hem gehoord. Ja, ze zijn er nog. Ze zijn er nog, ja. En niet met een dubbele tong, dus ondanks dat de gezelligheid... Ik denk je vraagt of ze nuchter zijn, maar ik denk dat kun je beter niet vragen natuurlijk. Nee, dat klopt ook. Goed, even kijken. We hadden nog eventjes nog een vraag. Heb ik nog, geloof ik. En dan... wat zou jij graag willen zien veranderen bij de voetbalvereniging Bergambacht het komend jaar? Het komende jaar, ja, we hebben eigenlijk geen grote veranderingen in petto staan komend jaar. De enige zorg is, we hebben 4 jaar heel veel geïnvesteerd in ons park. Wat ik net al zei, de verbouwing is afgerond, we hebben nieuwe kleedkamers gebouwd, de hele kantine is opgeknapt. Financiële stabiliteit, het ziet er goed uit, maar we houden niet heel veel over. Dus dat vind ik belangrijk en dat hangt een beetje samen met het nieuwe sportplan van de gemeente. Dus we hebben een vergadering gehad met alle voorzitters in de Krimpenerwaard van de voetbal. De penningmeesters hebben met elkaar gezeten. Dus alle oude gemeentes hebben aparte regelingen in hoe ze met de voetbalvereniging omgingen aan de hand van het onderhoud, vergoedingen.
En ik hoop dat in 2017 daar duidelijkheid over komt, zodat we daar op verder kunnen borduren. Dat is best wel een groot vraagteken. In een lekker kerk, daar werken ze met stichtingen. Wij verzorgen ons helemaal zelf. Stolwerk verzorgt zichzelf. Spirit doet het weer anders. Dus daar willen we wel graag duidelijkheid over krijgen. Vandaar dat we ook regelmatig met elkaar zitten met alle voorzitters. Om daar samen met de gemeente een goed plan uit te krijgen. Ja, kijk, en nu zitten jullie met de eerste elftal zitten jullie dus in een afdeling. Ja, het is wel... Wel leuk denk ik, maar ik denk toch dat er aan de ene kant dat je toch wedstrijd van Lekkerkerk en zo, dat zijn toch de wedstrijden van het jaar. Ja, helaas hebben wij daar geen zeggenschap op. Wij zitten nog redelijk goed. Als je kijkt naar Lekkerkerk, die zit nog veel verder, die voetbalt nog veel verder weg. Dus we hebben alsnog, Polsbroek is altijd leuk en we hebben wel wat meer voetbalverenigingen in de regio. Je hoopt natuurlijk altijd dat je met zoveel mogelijk verenigingen uit de Krimptenwater in één competitie komt. Omdat het gezellig is. Het is natuurlijk ons kent ons. En ook qua wedstrijdspanning geeft dat wel wat extra's. Dus dat hoop je wel. Lekkerkerk is altijd leuk. We kennen die jongens. Het is een hele leuke vereniging. En die wedstrijd is altijd op scherpst van de snede. Dus we zeggen altijd bij Rambach bijvoorbeeld op techniek en Lekkerkerk op kracht. Ja, dat is natuurlijk een vooroordeel. Maar dat is leuk. En dat missen we wel natuurlijk. Dus we proberen wel te oefenen. Maar dat soort wedstrijden wil je wel graag zien. Oké, ik denk dat ik een beetje klaar ben met mijn vragen wat betreft. Misschien wil jij nog iets heel graag zeggen tegen onze luisteraars. Dat je zegt van nou, dat wil ik nog wel even kwijt, dat ben je vergeten. Of ik zou zeggen, ga je gang. Je hebt de microfoon voor je staan. Dus, ik denk dat ik het meeste wel heb kunnen vertellen aan de hand van je vragen. We willen natuurlijk iedereen een gezond en sportief 2017 wensen namens het bestuur van VVB Rambacht. En we hopen op een leuk jaar zonder rare incidenten of wat dan ook. Wat gelukkig niet zoveel voorkomt in Krimptenwaard, maar daar borduren we op voor. Ja, nu komt er gelijk over wat bovendrijven. Nou, je dat zegt van, als ik het goed heb, dan was het kunstgrasveld was bij jullie beschadigd? Ja, nou helaas is de eind december vuurwerk afgestoken op ons kunstgrasveld. Wat een brandplek heeft veroorzaakt van 10 bij 10. In Stolwerk ook, las ik in de krant. Daarna hebben we daar veel publiciteit mee gegeven. Het is gelukkig, daarna is nog wel vuurwerk afgestoken, maar zonder schade. De velden zijn van de gemeente. We hebben de gemeente daar ook van tevoren over ingelicht. Veel is een risico. Dus we moeten nog met ze in gesprek hoe we dat kunnen herstellen. Maar helaas, die jeugdige baldadigheid. Het is gebleven bij één plek. Daar ben ik blij mee. Zeg. Nou, dat is zeker. Daar ben ik blij. René, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met de club. En binnenkort kom ik lekker een keer lekker verslag doen. Kom gezegd, we hebben goede koffie. En alle luisteraars. Als je het dan niet erg vindt, zeg ik eerlijk, dan blijf ik lekker thuis. Want dan neem ik lekker een glaasje port. Ja, is prima. Okay. Hartstikke bedankt.